Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Bij Jen moest ik echt weer denken, wat ging ik ook weer zeggen? Waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier? Hallo! Ik en Danielle van Alles Vandaan, van Dutch Girls in Museums, van... Mijn gespleten persoonlijkheid. Precies, zijn in Schiedam en daar... Ik weet niet eens waar ik naar wijs. Daar komt Willemien aan, van Ed Wiekaatje, Wandering Wika, Wika Black and White, Portrait... Tommy de Norwegian. Tommy the Norwegian Cat. Hoeveel accounts heb jij ook weer op Instagram? 4. En de vijfde die... Voor de kat. Voor mijn tekenshizzle. Dus Wiekaatje, Wondering Wika, Tommy the Norwegian Cat. En Wicked. En Wicked Wika. Nou, hoppatee, we zijn gehad. We zijn in... En dan een vijfde die... weet ik geen inloggegevens meer van. Ja. Dus we zijn in Schiedam. Want we gaan... aangereden worden door fietsers. En daarna gaan we naar de... Naar het terras. Naar de stad. Naar de kokon. Hier in de grote Sint-Jansenkerk. En ik ga jullie binnen allemaal vertellen hoe wat. Maar dat laat ik jullie zien. Want de musea, als jullie dit zien, zijn weer open. Dus ga. En ik vertel jullie binnen eventjes wat we vandaag gaan zien. Zal ik doen? Oké. We gaan nu. Ja, ik doe het wel open. Zo? Maar deze mag af, toch? Steven tegen de deur. Oh. 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 Oh, dit is weer. Het is helemaal gedesoriënteerd. Wow. Oké. We zijn dus. Wow! Dit is echt bizar! Dit is gek! Dit is zo raar! Dit is zo cool! Oké, we zijn dus nu in de kerk. En in de kerk staat een soort enorme opblaascocon. Het heet de stadscocoon. Oh! Oh my god, wacht, hoe groot. Kijk hoe groot dit is. Oké. Ja, wauw. Wauw. Heel tof dit. We zijn dus nu in de stadskokon heet het. En het werk is dus in de kerk opgeblazen. En het is dus van... Oh, ik zal deze even afdoen. We zijn namelijk alleen hier. En het mocht af, omdat het natuurlijk ook volledig geërcoed wordt. Het werk is van Florentijn. Nou weet ik zo'n oude jongens, jullie weten hoe ik met name ben. Maar ik wil het jullie goed vertellen. Wacht, ik pak gewoon even de telefoon erbij. Hij heet Florentijn Hofman. Goed? Ja, de stadskokon. Florentijn Hofman is de kunstenaar. En jullie kennen hem waarschijnlijk van het beeld van de bad-eend die in Japan drijft. Die enorme opgeblazen bad-eend. Nou, daar heeft hij heel veel bekendheid mee verworven. En hij doet ook allemaal andere opblaasdieren. En toen dacht hij, nou, wat kan ik nou doen? En toen heeft hij dus als cadeautje aan de Schiedammers heeft hij deze stadskokon gegeven. En het staat symbool voor de natuur. Bijvoorbeeld. Maar de kleur groen is ook een nudge to cultuur of natuur. Wat je hoort is een muziekstuk, wat ook speciaal gecomponeerd is. En een cocon is natuurlijk iets heel bijzonders in de natuur, want je kan hier ook in de natuur, in een cocon, vervorm je tot iets nieuws. En we hebben natuurlijk ook afgelopen maanden in een soort cocon geleefd, maar in deze cocon kan je eigenlijk alles even buiten laten en gewoon ervaren wat je wil. Dus dat is heel tof. Ja, dit is echt heel groot. Wat een grote ervaring. Wauw, heel tof. Ja, we zijn hier nu een tijdje. Danielle is daar foto's aan het maken. Je ziet hoe
Ik kan niet uitleggen hoe groot dit is, maar ik is wel grappig, want ik ging dus net even hier liggen. Wacht, iets hoger, jongens. Ik ga net even hier liggen. En je voelt dan ook... ik voel dus nu de hele kokon bewegen. Ja, als een soort van grote, ja, strandbal. Het is echt... helemaal, ja... Ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet zeggen. Het is een samenwerking van de Stichting Sint-Janskerk met de kunstenaar, met Tridam, geloof ik. Maar het is dus gratis te bezoeken. Dus dat is wel tof. We zagen net al hier voor de deur een lekker terrasje. Dus je kan dit gewoon gaan bezoeken en dan daarna een terrasje doen of zo. En, oh ja, dat is natuurlijk, want dit kunstwerk is opgeblazen in de Sint-Janskerk. Maar het Stedelijk Museum zit hier volgens mij om de hoek, dus je kan het ook combineren. Ga gewoon naar het museum en daarna hier en daarna terras erop. Of eerst hier dan... ik ga niet vertellen hoe jij je leven moet leiden, maar... dat. En je eindigt natuurlijk altijd met een terrasje. Tot de volgende vlog.